Hoi, ik ben Floris en deze week bespreek ik De Heilige Rita van Tommy Wieringa. Het boek is onlangs genomineerd voor de Libris Literatuurprijs en dat trok mijn interesse. Paul Kruse, een man van 49, woont in het godvergeten achterland van Twente. Hij woont daar in de boerderij samen met zijn vader. Waar zij wonen, niemand wil daar blijven wonen. Iedereen die een mogelijkheid heeft, trekt weg. Zo komt Paul op een gegeven moment iemand tegen van vroeger, maar weet niet meer precies wie zij is. Maar zij herkent hem wel en dan ontstaat de volgende dialoog. Kruse, zei ze en knikte. Haar kapsel was kort en functioneel. Er lag een donkerrode gloed op. Aan de wortel was het grijs een centimeter uitgegroeid. Paul Kruse, zei ze toen. Hij lachte verlegen. Wat leuk, zei ze. Hoe is het met jou? Ze schoof haar leesbril in haar haren. De pootjes paars, het montuur rood. Goed, goed, zei hij. En met jou? Kom eens hier, kom eens aan, zei ze. Waar woon jij tegenwoordig? Wat doe je? Marienveen, zei hij vlug. Curioze, een vlugge lach. Daar doe ik in. Daar nog steeds. Jeetje. Telkens weer weet Tommy Wieringa dat beeld te schetsen. Van een dorp waar iedereen zo snel mogelijk weg wil. Zo is er een jongen die meedoet aan Idols. Of X Factor of The Voice of Holland. Ik weet niet precies. En met heel het dorp gaan ze kijken naar zijn performance. En aan de rand wordt de jongen geïnterviewd. En ze vragen hem, wat wil je nou echt? En de interviewer wil natuurlijk horen, The Voice of Holland winnen. Maar wat zegt hij? Naar het westen trekken. En ze zetten de tv uit. En ze zijn weer iemand verloren. Ook lezen we dat de pinautomaat verdwijnt en dat er steeds minder mensen naar de kerk gaan. Dat laatste beschrijft Tommy Wieringa als volgt. In de Mariakerk paste 350 man. Verspreid over de banken zaten er maar een stuk of 10. De wrake God boezemde stilaan even weinig angst in als de bliksem van Zeus of de haan van Thor. Eén pastoor was er nog maar. Voor de 3 samengevoegde parochies, geïmporteerd uit Brazilië ook nog. Trokken Europeanen er vroeger met het zwaard en het boek op uit om de wilden in de Rimboe te kerstenen. Nu werden ze vanuit de Rimboe teruggekerstend. De missie keerde terug, maar nu waren het de arme Europeanen die geholpen moesten worden. De nieuwe paus was ook al een Latino, net als hun pastoor. Paul bespeurde soms Teixeira's deernis met het arme, oude Europa dat niet wist wat het met zichzelf aan moest. De mensen hadden geen geloof meer. Nergens meer in. Al helemaal niet meer in zichzelf. En dat stukje laat voor mij precies zien waar het over gaat. De mensen die daar wonen, die staan 's ochtends op en hebben niemand naast zich. En daarmee heeft hij een verloren verhaal neergeschreven. Ik zou zeggen voor iedereen in de Randstad, iedereen die niet uit een dorp komt of dat leven niet kent, pak dit boek eens op en kijk hoe mensen in ons land ook leven. Want er zijn heel veel plekken waar het aan toe gaat, zoals bij Paul in Marienveen. En voor de mensen die daar vandaan komen, is het misschien eerder een begrafenis van herkenning. Zo gaat het er inderdaad aan toe. Maar tegelijkertijd tijdens het lezen dacht ik, ja, ach, boeien. Zoveel gaat er ook niet verloren. Die Paul, het is een beetje een loser. En de mensen verder in het dorp, ze stellen ook niet echt wat voor. Dus ja, er gaat een boel verloren. Ik bedoel, het pinautomaat verdwijnt, het dorp verdwijnt. De mensen die daar hebben gewoond verdwijnen. Maar aan de andere kant, ja, misschien is het leven ook gewoon zo. Zij die niet mee kunnen met hun tijd, verdwijnen. Hun verhaal houdt op.